Het college wil de toegankelijkheid en doorgankelijkheid van gemeentelijke gebouwen zodanig verbeteren dat deze ook bruikbaar zijn voor mensen met een beperking. De financiële consequenties daarvan zijn echter lastig in te schatten. Verslaggever Hubert Vet sprak erover met Dick Kochius, voorzitter van het Arnhems platform Chronisch Zieken en Gehandicapten, en wethouder van Inclusie en Welzijn Martien Lauwers. We willen in Arnhem een toegankelijke stad zijn. We hebben als gemeente ook het VN-verdrag voor mensen met een handicap omarmd en we willen daar ook koploper in zijn. En wat we doen met de standaard, je hebt bij gebouwen altijd een bouwbesluit, dat is de wet. En wij hebben met elkaar, willen we wat verder gaan dan de wetgeving in de toegankelijkheid van onze gebouwen. En hetzelfde geldt voor openbare ruimte. Daarvoor willen we afspraken maken van wat zijn nou de voorwaarden die we stellen aan de openbare ruimte. En dat doen we ook bij evenementen. Wat was voor je aanleiding om bij deze standaard te komen? Er is in 2017, als ik het goed zeg, een motie ingediend in de gemeenteraad. Die is overgenomen door het college. Waarin de raad heeft gevraagd, maak nou zo'n standaard. Omdat ervaringsdeskundigen, onder andere het APCG, aangaf. Het bouwbesluit is eigenlijk niet voldoende als je kijkt naar de wensen van de doelgroep van mensen met een anders werkend lichaam. Meneer Goosjes, welke rol heeft uw organisatie daarin gespeeld? Nou, we hebben vooral ontwikkelingen van de standaard zijn we betrokken geweest. En vooral vanuit het oogpunt van de ervaringsdeskundigheid. Dus wij zijn in de ontwikkeling van de standaard betrokken geweest. Hoe tevreden bent u over dat proces, hoe dat gegaan is? Ja, ik ben er wel tevreden over eigenlijk. We hebben een goede samenwerking gehad. We hebben op veel punten overeenstemming bereikt. Vanaf het begin van een project of gebouw betrokken zijn van wordt het is bruikbaar, wordt de richtlijnen nageleefd. En uw overtuiging is wel echt met deze standaard dat dit enorm gaat helpen voor iedereen die een beperking heeft in die zin? Ja, je moet ergens beginnen. En deze standaard gaat op zeker daarin. En natuurlijk zul je altijd dingen tegenkomen die niet optimaal zijn. Dat het, anders wordt. Daar is het, heb je vanavond ook gehoord, de financiële afwegingen waar je altijd rekening mee moet houden. En ik denk dat het gewoon een goede standaard is waarmee we op de goede weg zijn.